Kus zich dan even knoevelen. En wanneer paden ze mensen die smeed zijn die in Limburg? Ja, in Limburg. Meneer, ik vergeet wie de kind kan en mag smeed. De jongen bij het zet in alle vader Jan smeed is. En taxichauffeur is. Hij woont in Bolden en je ziet alle twee 46 jaar oud. We kennen elkaar van het internet. Is dat niet waanzinnig toevallig? Ja, waanzinnig. En Bolden is hier vlakbij. Ja. Super gaaf. Ik heb wel een Bas in Bolden. Ja, tegen een Bas in... In Bolden. En je kent elkaar van het internet. Ja. Is dat niet leuk? Jullie 16 en Michael, sexy. Dat is het niet. Ik denk toch dat dit is. Oh, ze kan anders wel leuk op Pesselbed. Ik verbeer je tig. Wat? Alles. Alles wat je mee bezig ziet. Ja, we gaan niks gedaan. Jawel. En dan moet meteen in de inbank komen. Wat aan? En dat je dus op het internet, dat varen. Surfen! Justa, ik wil het niet hebben, dit gechat met vrienden. Doe dus normaal, pap! Ik doe het normaal! Ik wist of dat die dingen wel gevaarlijk waren. Ze zijn allemaal maffen. Pas eens geen een maf! Dat is ze wel, en ik wil niet dat ze tegen mijn maffen omgeis. Hé, zit die pot van me. Jij bent schaaf? Ja, niks aan de hand. Door de ware meegever. Ik regel het wel. Wat geest ik regelen? Niks. Nee, niks, er hoeft niks geregeld te weren. Pap is de week kwiet. Ik ben de week, ja, niet kwiet. Niks. Ga ik nog maar terug naar de keuken. En de volgende keuken. Is dit alles? Maar hier heb ik niet genoeg aan. Is er wel nog een beetje Chinees even van gisteren? Bas moet toch wel komen, man. Daar heeft die moeder niks over te zeggen. Ik heb dit gezegd als het eerst die vader ons volgt, goed is dat ik hem. Monique, dan ga ik alsjeblieft... komen. Weken. De jongen van Smeets kunnen alleen met thee drinken, dat is alles. Heel Bolder? Ja.
op Venlo? Ja. En wie werd er alweer voor, hè? Nou, dat denk ik, dat heb ik hem gemaild. Die heeft ons adres gegeven? Ja. Hé, hey, Venlo. Dan horen we jou. Ik ben thuis tussen 4 en 6. Bel hem op. Wat? Bel op en zeg dat het niet doorgaat. Waarom? Omdat ik het zeg. Ja, de jongen Smeet kunt alleen met thee drinken zonder ramp, is dat toch niet? Hou gelijk op dat hij een ramp is. Ik vond het wel interessant. Nog een taxichauffeur, de Jan-Henrique Smeets hit. Het is niet interessant, ik vind het zelfs ja niet interessant. Alle 246. Wel oninteressant op kinders niet. Dus dan, ik wil niemand als ik met de jongen omgeis en verder wil ik te gaan boordbureau verhuren. Ik kan alleen maar thee drinken, pa. Ja, ja, zo begint het. Bel hem op en zeg dat het niet doorgaat. Nee. Dan bel ik mezelf. Dat klopt, ja. Dit bel ze. Wist je nog niet een beetje onredelijk, jou? Brutaal onredelijk. Niet zo brutaal, jonge dame. De jong, je kunt er een niet in. Nou, in godsnaam, jou. Ik leef mijn dochter toch geen deuver aan de grillen van de seksmanier. Wat is dit? Nou, moest dit niet gewoon werken? Ik blijf even wist dat dit allemaal is opgelost. Eerder ook niet weg. Ik heb hem met de maat gesproken, ik kan. Dit gijs nou naar die kamer. Schijn me goed. Als dit nou niet naar die kamer gijs. Ik ben steeds een verschrikkelijke man. Oh, ze dood. Ik denk dat ze dit mag vergeten, de jongen. Wie woont ook alweer? Bas! Maar je doet wie je hit! De zalste niet dat ik gelieken heb over de jongen. Zo'n bed zijn hoestek kunnen maken in plaats van een paar duizend Zweedse hier in Limburg lastig te vallen. Ja! Bas! Ik zeg, de zalste niet dat ik gelieken heb. Ben je hem afgekeerd en ik ook hier niet binnen. Bas! Ah! Nee, gedoe! Is het al een truc? Nee, nog niet. Het is laat. Weet ze zeker dat ze dat laatste beetje Chinees mee wil nemen? Ja, hier. Ik wil een cadeautje. Zeg ik het tegen pap? Nee, die vangt ze op die vader. Ik kan elk moment heen zien. En ik probeer op die grond te zien, Bas. Man. Wat is het toch een rot, jong Bas? Kom op, neem die telefoon op. Oh, mijn god, toch eens, Bas. Ik doe het wel open! Hallo? Als dat Bas van mij geeft? Luister, dit gaat stuk door de kamer. Hallo? Bas van mij. Ik hand het verder af van Bas. Dit gaat moeilijk stuk door de kamer. Wat is het toch een rotje, Bas? Jan? Ja? Ja, wat besteed ik doen? Koud, een beetje koud. 20 graden moeten. Ja, maar ik denk dat ik een beetje verkeld ben geworden. Nou, heeft hij eten, dat zal ik goed doen. Zit het restje Chinees er ook bij? Ja, dat zit erin. En wie drinken? Daar zit al een blikje cola in. Cola? Maar ik wil thee. Thee? Ja, thee. En soep. Soep? Die eet nooit soep. Nee, maar ik wil je vandaag van de supersoep. Supersoep. Wacht eens even, waar het zojuist de deurbel niet? Maar nee, hè. Misschien toch wel. Misschien is dat de Bas wel. Als dat zo is, dan reken ik het wel verder met hem. Dat is toch geen maffe dingen, hè? Nee. Jongeman, je bent hier niet welkom. Mijn gezin dat dit wel eens niks om te maken te hebben met jou. Ga heen en verdwijn. Dit is privéterrein en ik wens dat je onmiddellijk vertrekt. Indien je valt dit woord te betreden, zullen onverkwikkelijke maatregelen volgen. Ga heen en laat je schaduw nooit meer op onze voordeur vallen. Goed, we hebben veel kunt, hè? Oh, goed, nee, wezen. Ja, ik kost mijn sleutels even niet vinden. Wat is er hier allemaal los? Van een ramp. Oh, nou, van een ramp. Nou, dan kan ik me dus wel eens even vertellen, hè. Dan kon ik eerst me helpen. Wij hebben ook een tijd voor Koen. Ik moet nog een paar dingen in de koelkast zetten. Koen, die moest me helpen. Ach, altijd bereid om me eens te helpen, hè. Ja. Nou, Lisa, dan weet ik, ik moet een heel belangrijk telefoontje plegen. Een belangrijk telefoontje? Ja, en ik kreeg het beste deel verdoet me in een taxi. In een taxi. Ja, en die moest hier het vocht van me verdedigen. Het vocht verdedigen? Hij wil ze me niet gaan zien. Noordpoorten, me gewoon aanhuren. Waar staat kantoor? Ach, Koen, dik wissen. Ja, mijn favoriete herder. Oh, dus ik kan gewoon met de thee zetten. Ja, daar is het in de hand. Ja, maar ik had hier no mijn tas tussen. No. Maar kun je het zelf niet even zetten? Nee, ik had hier een lekker tas van de Jan, ik haal zoveel van dicht thee. Nou, daar is het toch in de hand? Ja, maar Koen, die wil met me spreken. Toch?
is vertrouwelijk, Monique. Hier een persoonlijk, emotioneel probleem. Toch? Neem je nog eens nodig. Nou, dan kunnen ze beter vertellen wie aan werk kan komen. Nou zeg, Monique, u wilt me toch niet zeggen als er even in zit dat ik de huur die mond nog niet betaald heb? Dat duidt je niet. Nee, ik zit niet in over de huur van deze mond. Zeg ik toch? Oh, gelukkig. Maar wel even die van Vurgemond en de mond Tolvur. Is dat vetje ook maar. Laten we een keer roeten, hè. Jij steekt nog als de beleef even zetten, dan kan ik Koen helpen met zijn persoonlijke emotionele probleem. Als ze bedenkt dat ik al 18 jaar ben huur, vind ik dat me niet behuurlijk overdrief. Maakt niks uit. Ja, die huur is al 18 jaar van ons. Maar van met 10 is betaald. Monique. Ja, misschien begin ik af en toe zo'n muntje. Koen. Zo is maar net. Ik betaal ze even monden en vergeet ze oneven. Monique. Wil ze nou alsjeblieft tegelzetten zodat ik Koen kan helpen met zijn persoonlijk emotioneel probleem? Oké, luister. En dan nog wat. Ik ga toch steeds met vakantie zo school. Oh, dat is ik zo. Ik heb een boodschap gedaan en ik voor te bereiden op de geneugde van Renesse. Renesse, ik heb me gestolen. Zonnehoed, zonnebrand, antibiotica. Zit niet te wachten op een inventaris, liefst. Oh, en flippers en een snorkel. Ja, dat is tenslotte nu te oude verlieren, hè. Nu te oude verlieren. Nou, ik hoop dat ze dat appartement proper achterluurt. Ah, dat kist me toch. Ja, ik hoop dat ze dat appartement proper achterluurt. Monique, ga ik thee zetten, zodat ik ook kan helpen met zijn persoonlijke probleem. Je kunt ze beter vertellen wie je vriendin vindt. Dan waren al die problemen zo opgelost. Ik heb graag een persoonlijk emotioneel probleem. Nee, het is ook meer op seksueel gebied. Oh, dan wil ze zeker wel een tas thee. Nee, je wilt geen thee. Nee, beter van nee, nee. Ik moet namelijk nog. Ik wil even 5 minuten vertrekken en ik heb geen zin om onderweg te stoppen, hè. Alhoewel, ik moet pap nog ophollen in de munt. Ik heb mij door Renesse. Ik vind het altijd heerlijk, Thor. Als ik dan toch Thor ben, kan ik net zo goed door even een kleine boodschap aan doen. Want ik moet er aan denken dat pap de dokter met zien bloos en zo'n lange rit. Is dat natuurlijk zo verkeerdachtig, hè? Koen! Halt die in Geter! Luister, het toontje is de achter van mij, Mai en Bas. Weer Mai en Bas? Bolder. Mai en Bas Bolder. Nee, het zit niks. Mai en Bas Smeets. Smeets. Nee, ik. Smeets! Ik ben zijn andere. Ja. Ik het hoedje te ontdekken. Ja, dat is. Ik weet niet wat ze ontdekken. Het mensen heeft heel moed genoeg om heel wat te komen drinken. Oh. Ik moest de mobiel van mij. En nu komt hij er zo niet naar Venlo. Ja, ze kwamen tegen nu op de computer. Was ze tegengekomen? Had het internet gedaan. Schemig. Miljoenen mensen op het internet en na 10 uur moeten elkaar tegenkomen. Ja, ik heb toch al van jongen terug gezegd. De kind staat dubbel leven niet die we volhouden. Lijkt me al 19 jaar, goed? Die gaan eerst, dan gaat hij illegaal. Ik zit dit op een preek van dicht te wachten. Dat is de leugen nog zo snel. Halt die de geter! Wat is die mobiel verdomme? Dan moet ze die telefoon heeft. Neem het toch eens snor. Ik gebruik nooit die telefoon hey of in Bolder. Nee. Veel te gebeurlijk. Ik gebruik altijd mijn mobiel een Mai of Monique te bellen. Schemig, zeg. Eerst dat ik nou toch. Luister. Als ik hem niet tegenhaalde, moest ik hem zijn te lozen. Lozen? Ja. Moest ik die mobiel niet? Ja, ik weet niet wat dat ding is. Even niet, ja. Luister. Als ik te jongen met elkaar tegenkomen, dan ben ik vroeg of laat af. Gaat of alles aan het leeg. Hè? Van die gemeid zullen we sterven. Ik heb toen een bas, kijk ik nummer aan. En ik. Toen ze vanavond scheren op je pot. Ah, ik heb er even van. Ik moest er dus voor zorgen dat hij Bas er niet binnenkomt, hè? Ja, maar wat meent ze precies met een loze? Tot hij niet heen binnenkomt. Kom op, mijn innen op. Ik heb erop gesloten. Schimmig. Wat ben ik volgens mij was ik niet zo. Zeg, haal die even genoeg. Ik ben de sleutel aan het zoeken. Dank je, Koen. Ik was een goeie vriend. Wacht eens even, hè. Maat, telefoon! Ik heb oeleg nodig. Ik heb het tegen al verschillende keren uitgelacht. Lood Bas niet binden. Maat, telefoon! Nou, wat als ze zich niet weer afpoeien? Goedenavond, neem ik Bas. Hey, Bas. Hallo. Wist je nog steeds niet, hé? Steeds, ja. Het is een seksueel probleem bij groter dan dat ik dacht. Hallo? Oh, en waar is Koentje in het thee? Nee, wie heeft het nog aan, zei je? Jawel, Koen die wilt geer thee. Ja, is het wat? Hallo? Nou, flat die mobiel. Dat heb ik u van mijn schouder gegooid. Waarom heb ze dat gedaan? Ja, dat is het ook deze. Och, tegen maf.
helaas heb. Nou, weet ik veel. Ja, maar ik kon niet langer op pap wachten. Zeg maar tegen hem dat ik een cadeautje ben. Ik vind dat ik mijn moeder even moet bellen om te zeggen dat ze onderweg is. Hoe zit dat bij nu dat ik ben? Ja. Telefoonnummer staat op de noodrijn. Eindmobieltje. Goed. Jongens, kijken. Nou kunnen we dan wel op tegen gaan. Ja, maar ik kan toch op wonen tegen. De wacht dat hij Bas is geweest en de is niet eerder weg. Ik ben zo druk. Nog eens proberen. Waarom is ik een sleutel opgevallen? Bijna! Het is in gesprek. Ik kan nog beter vlot naartoe rijden. Koen, ik ben er vandoor. Ja, hallo? Goedendag, spreek ik met gesprek met Maaie Smeets. Oh. Hallo? Wat is dat? Spreek ik de vader of moeder van Cadeautje Smeets in spreken, alstublieft? Oh, 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 wat is er los? Hallo? Dit is Chinees restaurant in Koninklaag. Hallo? Chinees restaurant de Koninklaag. Spreek ik met de familie Smeets? Nee, de Chinees restaurant de Koninklaag. Familie Hunglo. Het is mijn hoogste woord. Wij geen afval hebben, wij niet geloven in afval, niet meer bellen met het nul. Dit doen we alleen voor bijzondere klanten. Wij hebben wel Chinese specialiteiten. Peking eend, kip en ketchup sausie en ook groenten erbij. Oh, dat spiet me. Maar wij hebben ook kip in zoetzure saus, eend in zoetzure saus, varkensvlees in zoetzure saus, vis in zoetzure saus, alles lekker zoetzuur. Bami. Kunt je me zeggen welk nummer ik heb gedraaid? Nee, op witte lijst, lassie, lumpia's, verse groenten, komkommer, salade. Ja, ik heb zeker dat ik en ze komen afhalen. Ze spreekt alleen Chinees. Koen deed Chinees besteld. Ik wil met zijn vader onderweg met de mensen. Hey, kijk op Chinees, Koen, toch tegen die vader? Ja, heerlijk! Hier een thee, het is Ceylon, geen Chinees. Dus ik moet er vandoor. Hey, heb je de sleutel gevonden? Lusta, de luister, pas goed. Als je hebt beloofd, heb je geen contact met de zeuken met de Bas. Oh, Jan, kom op nou. Zorg dat ze belooft en alleen de woorden zijn niet genoeg. Lonne maar eens ondertekenen of zo. Ik kom. Nou, en die thermosfles dan? Heb je binnen helm gezien, man? Dit is een kast, denk ik. Nou, neemt ik nog op? Ja. Hallo? Hallo? Ben ik verpondig met... Waarom deed ze dat nou? Het was een nieder. Heel erg vervelend, Koen. Dat is het erop aan de schaat. Ja, ik heb dat dank aan joh. Oh, zal weer op mijn kamer liggen. Ja, ik denk het. Goed, ik kom weer. Kom, ik kom! Het zou dezelfde kunnen zien van vandaag ik uit zo'n vind. Hallo? Hier, waar is het weer? Waar de vieze map? Wist ik dat je de vieze map, Koen? Ik denk dat ik een beetje meer met hem kreeg. Dus als ik dan op je tootje gijs heb en dan even geen streus zet, dan kan Koen hier de telefoon opnemen en ondertussen wil ik naar mijn bedrijf toe. Koen, als de niet meer belt, hoe is onmiddellijk de hond erop? En als hij Bas dadelijk voor de deur staat, dan stuur ze hem naar de politie. Ja, maar wacht even. Van nou, ik moet mijn papa opholen en tegel en ik kom... De wacht maar. Zo, schiet ik weer even. Koen, als ligt hij de thee op is, kan ze van mij goed een vader halen en nog een nestje gewoon. Nou, ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is. Maar anders ik wel. Wat is Pam? Rustig, maar Sies, dit is voor je werk. Waarom, Koen, ik dacht ik ging nog een nestje zo gewoon? Ja, ik ook. Koen, wil het net vertrekken. Hallo? Loop maar. Kom maar naar boven, ga je gezicht op kalafaat.
later dan Krieg tegen en als vriendje. Nou, als hij was, dan ben ik hem spreken ook. Zo is het. Dag, Koen. Hey, Monique. Als hij was, nou echt een vies ventje wil ik te zien. Hij ligt het weer aan de beert als ik hee ben en meneer valt of het is. Koen, als ik dicht was, zou ik echt maar zorg maken om die eigen seksuele problemen. En dicht niet dik maken over die van anderen. Ik ben er geen 100 meter niet weg. Ik kreeg weer een taxi in de plattebaan. Nou, jij met je autosleutels. Wat bleef? Jij met je autosleutels. Ik moet als een sodi in de bolder. Ja, maar ik heb die zelf niet willen gepakt. Maar 20 minuten ben ik weer terug. Kom op, schiet af. Ja. Gevonden. Hey, is ik ben. Papa misschien wil bullen. Er is niks voor om met u laat te komen. Schiet op, Koen. Ja. Bert? Dat is een mobiel. Hallo? Schat, hoe blitzen nou toch? Oh, godzijdank, dit is het mij. Maar is... Die sleutels. Domme. Ik kan ze niet vinden. Hallo, Jan, is er nog? Ik zou school met pap. Ja, moest me niet. In de keuken. Jan, is er nog? Ja, ik zit in een taxi op weg naar huis toe. Zorg dat Monique in de keuken blijft. Wie? Vertel maar een lollig verhaal. Ja, maar ik ken graag een lollig verhaal, u. Dat ben ik niet zo goed. Dan verzin ze er maar een. Wat zei ze tegen? Of ben ze er nog? Ja, de verbinding is heel erg slecht. Het ding van een James Bond film hier. Hallo Jan. Ah, Mai, ja sorry, wil je even weg. Luister. Ik probeer nog de gast te bellen, maar het is niet in gesprek. Ja, dat verwondert me niks. Ik heb de ganse tijd zo'n maffe telefoontjes gehad. Echt hoor. Mm-hmm. Nou, zus, ik wil Bas even spreken. Is hij dat? Twee keer een verkeerd nummer gedraaid, twee keer een heger en een keer een Chinees restaurant. Hoi man. Hoi schat. Mai. Oh, doe pap de groeten van mij. Ja, doe ik. Mai. Ja, daar ben ik weer. Is Bas toch? Nou, is naar de weg. Maar de Christen groeten van hem. Hou tegen. Doe niets. Ik moet hem spreken. No. Oh, volgens mij geeft het een aanspreukje eigenlijk best wel van. Mai. Wat zeg eigenlijk wie van Spitsen dat hier in de buurt wonen? Ja, veel te weinig. Ik wil Bas spreken. Nou, volgens mij geeft het een aanspreukje. En hij heeft nog een cadeautje Smeet. Dat zijn vader ook Jan Smeet heet. En hij is ook nog taxichauffeur. Heel fijn. Mug ik nou Bas spreken? Oh, kinder, die is vanavond wachten. Ik wil Bas! Dat is de meest verschrikkelijkste mop die ik ooit gehuurd heb. Eerlijk gezegd, de eerste twee keer. Jan, heb je even aan de lien? Jan, zit ze in de tunnel of zo? Ja. Jan? Heb ik Jan de mop van dingen verteld? Nee, ik geloof het niet. Dus ik heb mijn vaste plan aan de lien. Ik zat even in de wacht. Koen, die sleutels. Ja, ik weet niet voor ze zien. Ik heb u vooral gezocht. Ik kan het niet vinden. Jan, ik weet niet of ze mij nou kunt zuren, maar ik wacht wel wie stel zoet en tunnel is. Koen, nou scheet ik op. Nou, vooruit dan als ze per se wil. Dan kunnen ze een man binnen via aarts. Zit in via aarts, doet de mond open en zeg maar... Oh. Zit in mami's uit en dan nog een hond naar die verliegen is. En dan wat er, oh, terwijl het doet en... Ja, dik niet, zeg maar, een toontje. En maak het weer open deur. Nee. Koen, ja, ik... Oh, wacht, volgens mij gaat ze in de kast genomen. Ligt me veiliger, hè? Jan, ik weet niet of ze mee kunnen zuren, maar ik kon afhangen. Nee, ik ben er nog. Oh, mooi. Dan zal ik even kijken of onze Bas er nog is. Moet ik mijn boodschap doorgeven? Lijkt me wel het beste, ja. Zeg maar tegen hem dat hem opblieft voor is en dat ik zudo ben. Ja. Ik heb al de bejaarden opgehouden bij Vickering. Dan breng deze even nog een cadeautje en zeg dat ze de Bas best even kunnen zien. Nee. Ja. Nou, Koen. Alsjeblieft. Ik ben dat kieken. Jan, dit is al
wijfje is al weggereden. Wat? Hou hem tegen! Doe niet! Ik ben een paar minuten door. Het is een gies in de tunnel is. Ja, een kwartiertje dan. Nou, Koen, alsjeblieft, nou schiet toch op. Ja, ze moeten hier ergens zien. Je. Ik heb wel mijn badmuts gevonden, maar die komt te beschermen tegen de zon. Wat kan ik die badmuts van dingen nou scheren? Hé, hey, hou vast, ik zoek zelf. En die blies, hé, wie is dat ik druk ben? Nou, eigenlijk ben ik toch niet zo blij mee, Jan. Als ik te laat bij papa kom, dan ga ik aan de kant van streek. Koen, wat kan ik die vader nou schelen? Wij sowieso in de vader, let's teach. Mijn leven staat op het spel, Koen. Ik wil geen veel donkere renesse zien. Hé, hey, is dit? Ja, luister Jan, ik ken dit allemaal nog niet. Maar natuurlijk wel. Nee, ik ben niet zo goed bij dit, hè. En allemaal dat stiekem met gedunst. Dat is wel. Als ik Monique in de keuken moet houden, kan ik alleen maar op de proppen komen met een stomme mob voor een vier en dan doe je ons. Oh ja, heel erg leuk. Ook een hond is ze juist overleden. Nee, Jan, ik ben alleen maar een huurder. Ik wist toch niet alleen maar een huurder. Ik wist mijn beste vriend, mijn allerbeste vriend, en dat al meer dan 20 jaar lang. De vorige geboorte van ons katootje. Die wist de inzichtste en weet mijn vreselijke geheimkast toe vertrouwen. Die heeft me toch alles geholpen, hè? Toen ze er bijna achter zijn gekomen. Ja, die heeft toen mijn huwelijk gered. Die heeft toen mijn leven gered, Koen. Nou, dat is ook wel zo, hè. Ik ben toch ook altijd een goede vriend voor dit geweest. Of niet? Ja? Nooit moeilijk gedaan in verachterstallige heur. Die in de dikke meijer als dat nodig was. Hoeft hem nooit terug. Nee, het is inderdaad altijd wel mijn goede vriend inderdaad geweest, ja. Dan stop het samen en doe wat ik zeg. Jan in de mobiel! Van meneer Smeets. We willen het graag iets persoonlijker maken, hè? Oh, ik had hem serieus nog aan de lijn. Ja, maar ik kan u nu even niet te woord staan, hè? Maar als u een bericht achterlaat, dan geef ik het wel door. Och, ik zie hem toch zo. Goed zo! Oh, moment, hè. Als we hem toch eerder spreken, dan zeker wil ik hier een boodschap doorgeven. En wat is de boodschap? Ik zal het hoogst persoonlijk aan meneer Smeets doorgeven. Wilt je zeggen dat zijn vrouw heeft gebeld? Mevrouw Smeets heeft gebeld. En dat ik zijn zoon ben misgelopen. Hij was al op weg naar Venlo. Al op weg naar... Sorry! Wat is er? Wat is er los? Een klein ongelukje op kantoor. Een van de assistenten schoot zojuist een tas koffie over me heen. Sharon, kijk eruit! Het spijt me, meneer Van Dam! Het was een ongelukje! Nou, gaan we weer aan het werk, hè? Ja, sorry. Sharon werkt nog maar net bij Vodafone, hè? Maar u weet zeker dat u niet kunt voorkomen dat Bas naar Venlo komt? Dat heb ik juist al verteld. Hij was al op weg. Je weet geen nou dat de Bas zit. Alle persoonlijke gegevens van meneer Smeets staan bij ons op de computer. En voor uw eigen veiligheid kunnen wij dit gesprek opnemen. Ik wens u nog een prettige dag en bedankt dat u gebruik heeft gemaakt van Vodafone. Dag mevrouw. Sorry, Bas.
en ga ik naar boven. Natuurlijk, natuurlijk. Mooi. Ja. Nou, vooruit, ga weg. Ja. Koen. Ja. Ga ik naar boven? Ja, naar boven, naar mijn appartement waar ik woon. Ik moest er net naar de keuken gaan. En deur openmaken ken ik zelf al wel. Ja, maar meneer, maken de man, hè? Koen? Ja? Ik ben de keuk en dan ook met dat geduis met Jan en ons getoel. Ik zou het heel graag willen dat ze nou naar boven geeft. Ja, natuurlijk. Misschien kan ik je opvoeren met een leuke mop, hè? Als ik niet mag dat ze weggeeft naar boven, dan doe ik tegen wat aan. Oké, is al goed, joh. De vader van Cadeautje? Ja. Ja! 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 Ik ben meneer Smeets, de vader van mijn dochter, de pap van Cadeautje. En Cadeautje kan ik nu niet ontmoeten, daar pas. Maar een half uur geleden heeft ze nog aangegeven dat het goed was dat ik langs zou komen. Maar dat was een half uur geleden, hè, Bas? En sinds een tijd is de wereld behoorlijk veranderd. Hè? Cadeautje kan zich nog niet ontmoeten. Cadeautje kan zich later ook niet ontmoeten. En dan nog al jullie mol niet meer. Je hebt een toekomst samen. Het is allemaal voorbij. Dus, hoi je, Bas. Nu ga je weg! Nog? Een beetje. Dat was de deur wel toch zo juist? Een beetje. Nou, zullen ze dan niet open doen? Nee, ik ben er weer een set, is voor mij. Voor dich? Ja, voor mij. Het is mijn bezoek. Bezoek? Ja, bezoek. Ik verwacht hem al en nu is hij gekomen. Voor een bespreking. Het gaat een lange, belangrijke bespreking weer. Ik heb oren deuren, we mogen niet gesloten worden. Ik dacht als ik op vakantie zou school. Dat is afgelast. En die vader dan? Ook afgelast. Ik ben uitgesteld. Het is nog mijn bespreking, hè? Nou, dan doet de deur open en lopen we binnen. Nee, hè? Ik ben, ik wil geen alleen zijn met mijn bezoek, hè? Wieso dat? Nou, dat is een redelijke vraag, hè? Luister, ik wil niet dat mijn bezoek dicht zuurt of dat sticht mijn bezoek zuurt. Waarom dat niet? Omdat het privé en persoonlijk is. Privé en persoonlijk? Privé en persoonlijk, ja. Zeer privé en zeer persoonlijk. Heeft het iets te maken met dat probleem wat ik met Jan aan bespreken was? Ja. Die emotionele en seksuele probleem? Mijn emotionele en seksuele probleem, ja. En midden op de dag komt er eens langs om dat met tik op te lossen. Nou, dan liep het me het beste dat ze dicht met uur bovenop hield. Zij wil toch niet zien? Zij is niet een stoot om dicht te zien! Kunt ze aan het ogen?
Ja, ze ziet niks en ook hoe. Ze ziet niks? Helemaal niks, erg vervelend. Geen meent dat ze blind is. Katootje is visueel gehandicapt, Bas. Te veel tv en te veel internet. Ja, het begon met mijn ogen. En toen opeens, op een morgen. Pap! Waar is Tom bij het offer? Niks meer. Maar dat is vreselijk, meneer Smeet. Ja. Dank je, Bas. Ik wist wel dat ik het soms begreep, hè. Maar ze moet wel heel bijzonder zien. Ja. Ik denk, als ze niks kunt zien, wie kan ze dan de computer bedienen? Deze programmeert op stemherkenning, hè? Oh, geweldig. Ja, allemaal betaald door de ziektekostenverzekering. Nou, wacht eens even. Geen zag dat Katootje visueel gehandicapt is en in de stoel is om Ja, precies. Ik begreep dat ze lichamelijk niet in de stoel is om te zien. Maar wilt je beweren dat ze mij ook niet wilt zien? Ja, ze wil dich niet zien. Dat ze mij niet wil ontmoeten? Precies. Waarom niet? Dat heb ik dich toch juist ooit gevraagd? Nee, je hebt gezegd dat Katootje visueel gehandicapt is en niet in stoel is om te zien. Zeg knel, zeg zich soms wat? Nee. Maar ik vind het vreemd dat Katootje mij eerst vroeg om op bezoek te komen en toen nog steeds dat ze mij niet wil zien omdat ze visueel gehandicapt is. Bas, die snapt toch ook wel dat het hier is dan alleen maar een visueel probleem? Katootje realiseerde zich dat het nog niet toe was aan een serieuze relatie op een 17e. Serieus? We hebben alleen maar wat gechat op het internet, meneer Smeets. Ja, maar Katootje kost niet zien wat dat natuur zou gewoon. En dus heeft ze besloten, en dat is heel erg knap van haar, om ook beide die emotionele kwelling niet aan te doen en de gast te ontmoeten of voor nu stop moeten. Hé, hey, ik zit me opgeschoten. Ja, ik kom er zo aan. Nou, hoi je baas. Hey. Ik kom er zo aan! Geen je nou mijn koen? Nee, er is al mijn koen uit! Om mijn koen daar weer zin. Hé! Hey! Is dat een Katootje? Nee, dat is Katootje niet. Dat is Katootje zegt schaals anders. Dat is mevrouw Smeets. Ja, mijn vrouw. Dank je, Bas. Dat is inderdaad Monique, mijn vrouw, ja. Ja, zo schoenlijk moest ik hem opzoeten, hè. Ja, ze is behuurlijk in de war. Waar is ze vroeger niet? Wie ben net trouwde, was ze niet in de war. Maar ze wordt gek. Gelijk dezelfde dag. Waarop Katootje gezichtsvermogen verloor. Vriendschap. Ja, dat waren een zwoere morgen, dat kan ik toch wel zeggen. Lieve schoenlijk, dat kan ik niet. Ze kunnen behuurlijk agressief weer. Hey, yes, Thomas. En dat is haar zus. Dat is net mooi, Ed. Is die ook heel lang? Dat ben ik heel erg. Ja. Dit is Roos. Roos en Monique worden tegelijk het gek in de wedstrijd weer morgen op Katootje. Ja. Roos kan ook behuurlijk agressief leren ook. Best ik wel, Koen. Koen! Roos is getrouwd met Koen en daarom is Koen de oom van Katootje. En ome Koen en tante Roos wonen hier ook? Ja, dat was toch voor die schoonfamilie zorgen, hè? Volgens mij kregen we daar een vierkante mot, hè? Ik is maar beter gewoon. Nee, ik ook een toontje ontmoeten. Ze liek het niks zo geweldig die Gea beschreven. Dat was anders niet mijn bedoeling, hoor. Hey! Als ze alle twee agressief waren, kan ze beter niet hier zien. Oh, ik ben niet bang voor haar. Maar ik heb wel. Nee, maar ik ook een toontje ontmoeten. Oké. Wacht maar. Bovenbeur in mijn appartement. Appartement? Ja, ik ben boven gewoon woon, hè. De tijd dat Monique in de war raakt en zo agressief wordt, hè. Die eten nog wel samen, maar dat leek het verstandig om een gescheiden te stoppen, hè. Dus wacht toch maar. Goed. Ja. Maar zeg, wat had je Katootje dat ik boven lag? Ja, ik zal het doorgeven, dat kan even duren. Sinds die staat er een ongelukschade is van de fiets gevallen. Eure fiets? Ja, ze in de fietsanimator, op de laptop. Ik is gewoon wel beweging, hè. Maar ja, zo enthousiast die meid en toen is ze op laat gevallen. Nou, waarom over, hè? Maar
Wie werkt zo'n fietsanimaal van rijden? Wat zal stikken van vele jongens op school? Smeet ze aan de deur. En ja, ik heb die opgesloten. Hey! En die moeder heb ik ook opgesloten. Dat ding kost. Ik zie het echt niet meer weten. Gedoet, jij stikt me opgesloten. Nee, dat is om mijn koen. Waarom? Dat is net er ook niet meer. De roosbox, dat is de best. En was die bezoek? Boven. En wat is er hier onder? Ik kon het niet weten. Zie je zo, wat ben je doet? Wat is, Bas? Die is weg! Ik wist niet eens dat hij er al was. En ik kom ook niet meer terug aan. Wat? Waarom niet? Ik heb hem weggestuurd. Waarom dat? Wat is dit hier mij van doen? Niks. Nou, ik ga nou normaal. Nee! Halt die de mond, Koen. Ik heb ze nou de raarste bol in vijf. Dat moest ze niet doen! Ben stil, Koen. Waarom is het goed als ik mijn tiende fiets krijg? Jawel, maar ik is het beter eerst die vader vragen of het goed is dat ze gij. Helemaal meer! Eerst die vader vragen ik dit en neer zeggen, zodat ze niet hoogst te gooien. Justo, wat is niet voor je vader en geen jongen? Je ziet een broer op dag. Het is allemaal die schuld. Ja, dat dacht ik wel, ja. En hoe je was de Bas heeft? Net. Terwijl hij persoonlijk privébezoek boven was. Nou, dan lijkt het me maar het beste dat ze teruggeeft naar Eurze, zodat ze die behandeling kan afronden. Ik moet je handen te weten dat het toch zo onderweg is. Dat is Rida, joh, Rida, joh. Dat is maar even tegenover te houden. Wat zijn de zielen? Leuk klonk. Het is een verschrikkelijk verwend nest. Mocht die wel een die ze is? Nee, dat klopt. Luister, doe jij dit geen dum? Dat is een tegen moet halen, dat hangt je voor. Jan, wat is de geer? Ik moet een piano kolen bij Vickery. Als ik maar niet vergeet, staat wie dat je toch een op in het Vickerhuis restaurant. Ja, gevonden, herhaal laat ze nummer. Als ik niet op die truc ben, dan gij ze maar vast en dan bestel ze van mij vast de speerrips. Hallo, met mij? Ja, is meneer Smeets trouwens, ik moet hem spreken. Met wie spreek ik? Met de persoonlijke telefoon beantwoorden van meneer Smeets. Ik heb een hele belangrijke boodschap voor hem. Oh, hij is net de deur uitgelopen. Wat lief? Ja, hij kwam ze dus toe en moest meteen weer de deur uit. Nee! Wat is er? Is er iets gebeurd? Sharon, kijk eruit! Het spijt me nu vandaan! Ik heb kinderen zondag! Maar één keer vliegt de laad uit! ik moet hem echt spreken, mevrouw. Ja, dan bel je hem toch op zijn mobiel, hè? Oh, goed idee! Nee, wacht. Ik moet hier de woning verlaten. U moet uw huis uit, nu meteen. Wat zeg je? Ja, voor het geval dat er iemand langskomt, verlaat die woning nu. Wat komt dat dan? Het is een speciaal aanbod van Vodafone. Eten! Eten in een restaurant naar keuze, zoveel u wilt, Vodafone betaald, drank inbegrepen. Maar u moet aan tafel zitten voor 17:45, dus u zou me haast als ik u was. Ja, ik zal er even op denken. Niet denken, gewoon doen! Ga! No weg, wees handbeurlingen al! Even controleren of pas helemaal geen handdruk op dit stond, hè? Ik heb wel nu erg veel zin om terug te gaan door die bezoek. Jawel, ja. Nou, dan veel plezier boven en veel plezier in de nest. Ja, dank je. Ik kom naar boven en met af te maken. Ik ben... Dankjewel en hoi je te zeggen. Pardon? Ja, ik kom zo mee weg. Ik dacht dat ze weer vergeten was. Ga nou maar, ik kom zo. Ik ben... Oh, en mevrouw Smeets? Ja, ik ben mevrouw Smeets. Dat is nou mevrouw Smeets, dat is nou Monique. Oh, en Roos? Nee, geen Roos! Roos is toch goed? Gaat ik met haar kennis te
maken. Wie markeert? Oh. Ik heb mezelf niet het vuur gesteld. Waarom ben ik ook zo niet vuur te stellen, hè? Inderdaad. Ook goed dan. Maar als je het bezorgd ziet, mijn moeder vindt het goed dat ik heen ben. Die moeder? Ja? Die moeder keurt dit goed. Ja, en... Pap wijde nog niet, maar de zoel niet erg vinden. Kom bij de boven. Vind je trouwens niet heel leuk wie we elkaar tegen zien gekomen? Ik zou het niet weten. Dat zou ze echt niet weten, dat komt mij. Via het internet. Oh. Als je bedenkt dat er een paar duizend zullen we weer in Limburg worden. Ja. Dus ze zitten nu alle twee in de keuken. Alle twee? Nou, ach, vrouw en tante Roos. Nee, nee, Roos doet weer in de norm en dan gaat hij op de zuilen, hè? Nou, vlot, gaan we maar. Oh, wacht eens even. Geef zo'n cadeautje rollen. Heb ik dat gezegd? Ja. Ach, verdomme. Gans vergeten ik die boodschap door te geven. Ja, met gekke Monique in de keuken en Roos op de zelder, hè? Maar wat voor een boodschap? Een cadeautje waggelt ik bij Egwies. Hoe is dat precies? Vlakbij in de stad, hè? Tegenover de loop op de Hoogtor, hè? Voor de wijk op de Ja, ga maar snel, hè? Ja, even een middagdutje, hè? Ik heb een minuut hard nodig met zijn vrouw die Roos. Wie mag dit, meneer Boermans? Nou, op mijn gewies, hè, mijn cadeautje. Oh, wacht eens even. Kijk een cadeautje door de ganse lijn komen. Ja, 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 ja. Maar heeft hij ook een stek en een blinde geleidehond? Ja, ook een stek en een blinde geleidehond. Een stek en een blinde geleider. Misschien is wat ik al op de dool maak. En wie zit met tegen die zwager? Dit zit zo. Ik ben Dick en Dick is Mich, Monique is gek en Katootje is blind. En wacht maar, wie is de maffe dat Roos op dezelfde tegen? Maffe tante Roos? En het kan zien dat Monique denkt dat ik iets met uw zoon heb. Maar het belangrijkste is dat ik Katootje en Monique, Katootje was. Hoe te reden ben je dat? Dat is geweldig, goed. Ja, Bas is nu onderweg naar Katootje te moeten bij Gwies. Helemaal geweldig. Wat is hier? Ja, maar dat ben ik zo goed. Katootje is er namelijk niet. Ha, slim van dit. Ja, Katootje is onderweg naar die hoe zijn bolwerk. Heel erg. Wat is hier? Ja, ik kon ze helemaal tegenhouden. Maar dan moet ze in mij. Ik word er verdomd. Niet aan, wacht. Ik trek dit niet meer. Verdedig het volk, Koen. Nee, ja, nu stop. Ik moet weg. Ik kom mijn pad op vakantie nog in Essen. Mijn twee gezinnen staan op het spel. En mijn gezin dan, hè? Een gekke Monique, maffe Roos en noem me Koen. Iedere seconde telt, Koen. Nee, ik kom ook nog in Essen. Ik geef het jou de sleutels. Dan is er een taxi. Nog in Essen zeker. Ik moet gewoon. Respect! Wat? Waarom is hij nu teruggekomen? Ik wist nog maar wie de koffieshop woont. Lunchroom! Dat is een lunchroom bij Gwies! Kijk ook hier niet zo, hè? Nee, dat is niet te geven, hè? We hadden een volgende lid prima zo, hè? Ik denk dat de bank wel lekker leeft. Nee, nee, pas, pas, dat was los in, pas niet naar pas! Thank you.
Bob is tegen godsherensnaam mee bezig. Wat? Ik een fles! Wat? Hij zit het er nu weer geen opmoot. Ik kom hier nog door de beker. Oh, hij gaat naar de achterdeur via de keuken. Houd ik nou en stil, Koen. Dus je gaat in de school staan. In de school. In de school. Dank je! Oh, dan moet ik me gaan verhalen wat zei je nou? Schoolslaag, bos, met... Houd ik nou en stil! En waarom kom ik een hengel weer tegen? De kwestie van mazzel. Oh, dat riet zich nog eens doet. Dat was al een hoop problemen oplossen. Nou, Max, steek nou nog eens open. Nee, wie weet je niet meer of je de deur zoek in de stoel. Misschien is je cadeautje wel. Nee, missen, maar ze weer de zoek in de stoel. Goed, wilt je mijn cadeautje niet betrekken in dit gesprek? Nee. Nou, ik denk dat ik toch moest gelopen doen, hè? Ik heb de kans niet gewagen, team. Dat was die vader. Wat bleef? Dat was die vader. Ja, precies. Die smeet de deur van zijn neus dicht. Ja. Want ik schaap ze zeker van zijn zut in me doen. Nou, niet vergeten dus, hè? Lunchroom eigen wie. Ga op je de achterdeur. En kom vooral niet meer terug. Ik zal het proberen. Vriendelijke jongheid, even tas koffie drinken bij Wies. Ik ben van slaag Koen. Ja, maar het was ook een smorgen taag, verdrinken. Ik ben van die gedraag. Mag je niks anders tegen macho, homo of familie, wat hermafrodiet ben. Oh, echt modern verdrinken, joh. De jongen stond van amper 16 jaar. Ja, eerder 18, als ze goed is, heb ik een beetje baardgroei te krijgen. Ja, broer, ik wil dit gelunst niet lang onder mijn dag hebben, begrepen? Ja. Nou, er wordt nog niet verhaal binnen. Ik maak hopen van niet. Geen woord. Geen woord, pap. Ik heb pap, geen woord. Dit is de meest verschrikkelijke dag om je leven. Geen woord. Vroeg me niet waarom ik dit niet kan opholen. Vroeg me niet waarom ik te laat ben. Vroeg me niet wie laat weer Renesse aankomen. En vroeg me helemaal niet wat er nou aan toe is. Omdat ik deze uurse boete geleerd aan de meest liegenachtige, bedriegelijkste man die ik ken. Geen woord. Ik breng dit naar boven, zet de tv aan en ik kies maar een groep Max. Wie zit mijn leven in de boven? Geen woord, man. Mai! 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 Oh! Jantje! Emus! Wat is er? Heb je een ongeluk gehad? Bezoek! Bezoek? Daar? Nee. Of er bezoek is geweest? Vrouw! Jong, bezoek! Nee! Oh, godzijdank! We zoeken voor Max en Emus? Nee! Oh, dat is toch ook toevallig? Nee! Wat? Nee, open doen! Waarom dat niet? We worden niet binnen! Wieso? Wat is er dan? Het is een stalker. En een water? Ja. Ik heb het die ganse week al lastig. Je had hier het team van mijn taxi mee. Een seksmaniak. Nee. Daar heb ik helemaal niks van verteld, Jan. Nee, ik moet het niet over rust maken. Hè. Dit is maar een jong studentje, maar kennelijk helemaal gek op mij. Een pak voor de bos moet het hebben. Nou, ik denk dat ze dat wil. Dat is wat, luister, als dit nou even door je geest, dan zal ik het vaderlijk met haar oplossen. Ja, maar Jan, kan ik niet beter heen blijven? Och, als je ziet wat voor sexy en aantrekkelijke vrouw ik heb, dan draait ze misschien helemaal door. Nee, het is beter even door je gewoon. Hier spreekt dokter Heutinga, de toezichtarts van de gemeente Peelenmaas. Dit pand is niet toegankelijk. Bewoners zijn overleden aan de Poolse pest.
keer terug naar de veiligheid van uw eigen woning. Heel baal dat het besmet. Dit is de officiële mededeling van de toezienarts van de gemeente Peel en Maas. Hallo, kreeg deze kamer kleine nymfen. En als ik denk dat meneer Smeet zich gepakt van de bokschufkist, dat moet je vergeten. Ja, ik ben mevrouw Smeet. En meneer Smeet duikt niet aan ranzige seks met scholieren. Ja, dat is goeie spastoes. En die ook niet. Ja, precies. Jan? Jan maakt de gansheerschap. Je begrijpt toch wel waarom hij zoveel mond rondlept? Is dat meneer Smeet? Jazeker. En de arme man duikt het allemaal vanwege deeg. Oh ja? Ja. Jan? Zal ik het zeggen of wil ze het doen? Nou, maak hier dat ze weg kunt, zwijg de kwiet. Ja, gelijk, kent je tegen Bas zeggen dat Katoentje Smeets is geweest? Ik zeg niks tegen Bas. Katoentje Smeets? Het Venlo. Oh, Katoentje Smeets! Oh, mijn god. Ik dacht eens tegen... Kom binnen. Ik dacht eens tegen... Oh, dat spiet ik verschrikkelijk. Oh. Jan? Die kind zet ding wel aantonen. Dit is die dochter van die andere mevrouw Smeets uit Venlo. Laat ik nou ook kennis te maken, meneer Smeets. Jan, doe ze nou van in de kopbaan. Dat ben ik eens weer. Mannen, ik zal even een tang rollen. Dan zal ik jullie even water opzetten voor een lekker tas thee. Die kist er wel even blijven. Ja, zeker. Ik denk dat Bas zo wel zal toeskomen. Oh, ik dacht trouwens dat het nog dicht was. Oh, klein misverstand. Mijn vader is een uurskeuken. Mannen, ik zal even een tang rollen. Wat een toeval, hè, met vanochtend mijn vader. Ik mij maar twee mensen die Jan en Rieke Smeet zijn. Alle twee een taxichauffeur. En dan ook nog allebei 46 jaar oud. Ja, Bas en ik kennen elkaar van het internet. Volgens Bas en ik is de kans eind op 124.000. Dat is hoe iemand tegen kids komen. Kom, mijn neus. Wat? Vlot, kom maar. Wat is tegen? Dat maakt niks uit. Waar was meneer Smeets gebleven? Meneer Smeets duikt er niet toe. Een seconde geleden stond hij nog. Oh, dat was zeker een man die in een boetekamp gerend die hier aankwam. Had een lampkap op zijn kop? Nou, is het zees. Ja, nou kom. Dat is niet meer gevolgd. Dat maakt helemaal niks uit. Jawel, en ik liep heen, ik kon thee drinken met meneer en mevrouw Smeets en ik pak een Bas. Katootje, die begrijpt ze, dit moest onmiddellijk bij een hoes toe komen. Wieso, hè? Ome Koen is dood. Ome Koen, hij is dood en de vrucht van mij natuurlijk, ome Koen is bijna dood en wil ik me echt verzeen. Kom, onmiddellijk mij. Ome Koen? Ja. Niet. Nou, kom, ik denk niet dat we veel tijd meer hebben, dus we moeten opschieten. Kom! Wat is er dan gebeurd? Het is van het dak gevallen. Dak? Ja. Nou, kom, we moeten onmiddellijk komen. Wacht hier even, ik moet het eerst aan mevrouw Smeet toe leggen. Nee, dat hoeft niet. Nee, ik moet goed op de fiets en hup, die druk de hoes toe. Nou, eens even kijken of het zo... Oh, fijn, het is al gelukt, zie ik. Ja, het is geluk, hè. Het was een eitje. Deur even met een hersen ook wat, hè. Ja. Zo, Oh, hallo! Fijn hoog te zijn. Ik heb ook kennis gemaakt met mijn... Mijn hemel was het toch weer ontmoet, hè. Toch ik zo moe geboren. Jullie wil niks en dan vallen ze boem door van de dag. En ja, mevrouw Smeets moet gewoon een hoest, want er is immers van het dak gevallen van het hoes en verder. Kijk, het is mijn kop! Er is immers van het dak gevallen, zei ze. Ja, mijn koen is van het dak gevallen van het hoes en verder. Wat verschrikkelijk. Gaan ze pulpen nog de knoppen, ja. Trouwens, mevrouw Koen, dat is niet de echte van mevrouw Smeets, maar een geur dat de BLM wordt. Ik heb de telefoon geanigreerd, Jan. Telefoon? Ja.
Ja, wie kon ze dan zijn cadeautje vertellen? Ja, vader kan het net zeggen. Meneer Smeets? Ja, klein, dik menkes, worstum. Die kent niks om mij. Ik kon ze niet zeggen dat ik hem heel aardig vond. Maar ja, dan hebben ze onmiddellijk terug naar huis, hebben ze al die doodbloemen op gaan ruimen. Wie is er nou met oom Koen? Oh, dat weet ik niet, dat heeft meneer Smeets niks over gezakt. Hij heeft helemaal verslagen, heeft muis onmiddellijk weer weg. Maar ja, zo is het even. Ik moet er vandoor, ik moet mijn bergen opholen. Als ik maar niet vergis, zijn we hier goed gaan eten. En ik denk de ganse dag al aan niks anders. Oh, ik zal mevrouw Smeets even bellen om te zeggen dat het cadeautje onderweg is. Meneer Smeets! Meneer Smeets! Meneer! Waarom is hij nog weer teruggekomen, Bas? Het cadeautje was niet meer echt gewies. Dan zal hij zo wel komen, hè? Nee, ik heb hem niet eens gevraagd of zo'n vies nog aan ik heb meentje had gezien. Met een blinde gelijkensteig. Nou, ga ik terug naar je gewies. Ja, dat heeft toch geen zin? Je verhaal, de koffie toch is heerlijk. Maar ik wil cadeautje ontmoeten. Dacht, ik ben zo net zo opstandig als een stomme vader van dich. Kent je je vader? Nee! Verkeerd verbonden. Hoi je baas. Wie wist je dat het verkeerd verbonden was? Dit huur ik wel eens voor kom. Dat ga ik wel eens. Ik heb een gezakt cadeautje, is toch nee? Dan zal het zo wel komen. Een half uur geleden zag je dat ze juist weg was. Die meid ziet niks, die duidt al wat langer over. Al zoek dat 20 minuten even door. Ik moet toch niet, baas. Ik wilde geen nooit meer zien. Nooit. Hoi Bas! Nee, ik denk dat je toontje heer kunt. Oh, Bas, alsjeblieft! Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Hallo, spreek ik met meneer Smeets? Ja! Oh, dan zit geen vlot toegekomen, hè? Ja. Want jammer dat ik ook zo juist ben misgelopen. Ja. En vind het allemaal een beetje mij liggen toen is kwam? Nee, eigenlijk niet zo. Och, mijn god. Meneer Boemans is toch niet in verleden, hè? Nog niet, nee. Hebben ze de arme man naar Vickering gebracht? Dit kan er ook een blik gebeuren, maar dat is hier nog vroeger, hè? Ik heb niet zo beter dat hij niet aan dagen was gekomen. Nee. Van wie hoog is meneer Boermans eigenlijk gevallen? Hij is niet zozeer gevallen als wel gesprongen. Ja. Waarom heeft het dan in godsnaam gedaan? Ik moet nog ophangen, dankjewel. Oh, natuurlijk, ik begreep dat je het moeilijk hebt op dit moment. Je hebt er geen wijd van. Och, nog heel even wat anders. Ook het toontje kan elk moment toezien nu. Wat bleef? Ja, dus al een kwartier geleden is het even vertrokken. Nee! Wat is er? Gebeurt er iets? Zeg hem! Kijk eruit! Het spijt me niet! Bedankt voor het telefoontje! Dat is Smeets! Ja. U zal toch wel een lachje hebben die gehoord dat er nog een Jan Smeets was. En nog wel zo'n mannenbroek! Ja, nou ben ik al. Nou, u moet mijn kamer dus niet in de kopstukken. Nou, dat lag ik niet! Ja, je zal het wel druk hebben net wie miniaal. Ja. Ik zeg dakker tegen hem. Die gaat zo in de schuilen. Ja, ik moet oppakken een dokter is dat. Ik wil een dokter. Wat duist zich nou weer hieronder? Opstaan, Koen. Dit is een waardeloos hotel. Wat is hier in Venlo? Ik dacht dat we nog in Essen zouden gewoon. Wist jij de piccolo? Kind, ze zal ik mijn koffer naar boven brengen en ik ben morgen om 8 uur gewekt weer met een tas thee. Oh, wie mag je het, meneer? De vorige kreeg ik pas ik wel naar huis gewoon. Ik moet alleen een hand geven, meneer Smeets. Meneer Smeets? Ja, dank je, Bas. Telefoon! Hallo? Ik stap hem even voor vochtens voor je geen. Nou, ga dan maar, hè? Ik heb een gezakt cadeautje. Is die bij eigen wies? Bist je bij eigen wies geweest? Ach, nee, ik zag centraal. Je zag eigen wies? Nee, lunchroom eigen wies.
café, restaurant, centraal. Een hoofdstuk zo makkelijk erheen, hè? Dat is wel een leescentraal? Nee. Vlak B. Als het bij huiswerkkappels B is, geeft ze linksaf het streutje in. Komt ze bij de Merret. Aan de rechterkant is dat hoes. Merret Uversteken, groot gebouw, telefoon! Ik kom melden dat Fokkers me zo lastig valt. Goed, dus Merret, stadhoes aan de rechterkant, Uversteken, goed gebouw, dubbele deuren, geef ze binnen toe. Zeg, meneer Fokkers, wil je de mensen niet meer lastig vallen? Pap? Is dit het hoes van meneer Smeet? Ja, nou en? Met wie spreek ik nou? Meneer Fokkers, ik kijk toch even heel niets in met wie dat je nu aan het spreken ziet. Geef me nou, het Fokkers. Kan ik een boodschap achterlaten voor meneer Smeets? Natuurlijk, zeg het maar, meneer Fortus. Wilt je zeggen dat Cadeautje je handtas is vergeten? Karel is vergeven. En dat ik dan naar Venlo toe kom, want ik heb het adres, dat heb ik hier op de hoedrij staan. Ik zal het doorgeven. Ja. Dag, meneer Fortus. Karel is vergeven, ik heb de handtas naar Venlo. Wat? Hey, zij? Ach, klotsie, pap. Nou, ga ik nog maar naar centraal, hè. Ik trakteer een cappuccino, ja? Ik heb hier geld. Dit moet toch ook nog zien, hè? Ding 12. Ze hebben een fatsoenlijke strandstoel, hé, Koen. Dat is een vader. Ja. En een paar stel die familie van ons. Ja. Hé, dan zijn beesten weer op slot. Dit is ook genoeg. Een moerig hok, hé, dat hotel. Ik denk dat een schoendochter weer een aanval heeft gekregen. Schoendochter, heb ik een schoendochter! Dank je, pap! Zoek Cadeautje die ondertussen weg zien, die centraal? Nee, ze wil die filter hier zien. En als ik zeg... Als ik hem misloop, kom ik gelijk terug. Nee, terugkomen. Vooral nee, terugkomen. Moet ik mijn dochter niet eerst even bellen? Dochter? Of nog een dochter? En dan een Cadeautje doen! Heb je toetje geen mobiele telefoon? Nee, alleen een blinde geleidestek en een hond. Ik moest op de rand op boete klommen. Wie is op rand door, gus? Ik heb me hier nog weer tegen. Ja, hey, moet je nog meer, hè? Hé, hey, alstublieft. Ik vind het anders. De eetkamer is op school. Waarom is dat gedaan? Ik weet. Zeker. Zeg, geef mijn schoendochter. Nee, meneer Boermans. Hé, hey, meneer Boermans, dat ziet je niet. Ik ben meneer Boermans. Zeg, dat is ook niet de slum, zei die receptioniste van hem. Kun je wel nergens een bordje met wc vinden? Ik ben mevrouw Smeets. Leuk op weer als ze zee, meneer Boermans. Wieso? Heb ik hij dan al eens gelogeerd? Nou, ga maar een dutje doen, pap. Zal ik ook een tas thee maken, meneer Boermans? Ja, doe maar een dubbele whisky met, niet te veel. Nou. Ik ben zo van. Oh, mijn koel. Ja? Wie stond hij nog? Nou, dat is me net eens op een kiekje. Pap, zag dat geen kans? Doe het wel. Ja, de kind is erop wachten. Wat gaat hij nou op? Nee, ik wacht even morgen, dan is het allemaal veel erger. Dag, meneer Boermans. Ah, mijn protte zuster. Nee, ik ben het. Ja, oh, ik weet een hoop ellende in dit hotel. Nou, ga hem maar naar boven, hè, pap? Ja, dat ken ik zelf ook, want ik ben het altijd senier. Dat zou men anders niet zeggen. Ik heb mijn koffer niet mee. Is die koffer hier niet nodig? Ik moet het nog goed pakken om te gaan zwemmen. Wie zien dit in Renesse? Hoe zien wij dan? In Venlo. Ach, in Venlo hebben ze toch geen strand? Nou, ik kan ook maar weer, hè? Ja, ga ik maar lekker voor straks je fietsen, hè? Ja, ik ga terug naar het hoes van Basis. Wat? Nee, dat moest ze niet doen. Ja, dat kost keihard veel. Maar je toetje. Maar de vader van hem. Je toetje. Is die zijn vader moed? Ja. In Bolle? Ja. De vader van Basis, je baat de mannelijke helft. Ja, maar vervolgens. Zo'n Bas is in de kop en een halve kant. Ah, geluk! Doetje, die vader wil niet dat ik met een jongen gijs, hè? Dat is pak voor hem. Nee, maar Lisa, de hoes ook niet te gooien. Pas wakker, ik zal het op tegen. Wat? Ja, heb ik je gevraagd om er dan niet door te geven. En waarom heb je dat dan niet gedaan? Ik ben net van het dak gevallen, joh. Wat heb je dat zien? Kind's lunchroom eigenwijs. Ja, schunst tegenover de lopen. Precies.
Niet op de Mer dus. Nee, dat weet ik ook wel. Nee, want op de Mer hebben ze onder andere centraal. Geen fijne tent, hebben ze graag een lekkere koffie. Hoi. Bezoek. Wat lief? Is er een bezoek geweest? Een bezoek is allemaal afgehandeld. Godzijdank. Nou, kom maar, hè. Vergeet ze hier. Ik kom nog, Bas. Wat? Ja, dat is goed, ja. En ik hoef niet een strenge waterhoed hangen. Ik kon er, Bas. Stem me geen. Je wou dus beter vooral, Jan. En dit was niet alleen bij bemeuren. Jan, zeg jij nou Bas ontmoeten bij NGU's. Dat is een prima idee. En dat geeft niet. Moet je wel. Moei, nee, we hebben wat meer 10 uur liggen door ontmoet zich Bas die eigen wie is de cappuccino. Nee, ben centraal. Ze ontmoet Bas helemaal nergens. Kennen we weer. Ze ontmoet Bas bij eigen wie is. Dat is een goed idee. Een briljant idee. Het beste idee wat ik gehad heb vandaag. Bij eigen wie is. Nee, ben centraal. Wat was de koffie die hij kan. Ik heb mijn eigen wies gestuurd. En dat katootje op u aan het wachten is bij eigen wies. Ja, Bas is aan het wachten bij centraal en katootje naar eigen wies. Jong, dat zag je net zelf, Dad. Oh, goed, ik haal van dit. Ja, want ik mag alleen maar even... Laat Jan en Dick aan het doen waren, dat wil ik graag niet weten. Ik heb me beter dan ze denk bij andere mannen heel slecht. Oh, maar Monique, schat, Lisa. Ik ben die schat niet. En was die vader? Dit zal een nuttig hebben als ik hem vertel wat voor een onteerde zoon hij heet. Liefste of geiste? Ik moet ook een piano vormen bij Vickerie. Is er dan lang niet gedoe? Ja, we lopen elkaar eerst keer weer mis. Ik heb een fijn vandaag. Maak ik niet druk, hoor. Maar Monique maak je dadelijk alweer goed. Ik geloof niet dat dat nu nog goed komt. Je behaalt het top vast alweer goed. Lusta. Ja. Bas is dus onderweg naar eigen wie door centraal en wacht door op kato. Ik hoop van wel, ja. Mooi. Dan ga je tegen naar centraal toe en dan is tegen Bas dat... even denken wat gisteren verzinnen. Oh ja, dat is tegen Bas dat de wielstroom is ingebroken. Ingebroken? Ja, dat is ingebroken en ze hebben me meegenomen voor verhuur. En ja, dat dus wacht eens even. Ho. Het maakt niet uit dat ze verzint als de man op boord toe gaat. Dat is niet moeilijk, het waren die ook nog centraal te krijgen. Dus ik had wegens van Bas, kon ik naar eigen wezen regelen met Kato. Ik vertel het dat er bij jou in de keuken een gasoploffing is geweest. Die de buren. Nou, wacht eens even. Ben eens even realistisch. Die twee kinderen zijn vast besloten met elkaar in te gooien, Jan. Vroeg of laat komen die vrouwen elkaar ook tegen. Het spel is oet! Het spel is pasoen als de laatste bel geslagen heeft. Of zoals Shakespeare zei, de stopbak loopt door! Ik heb een kleine boodschap gedaan en nu blijft het maar lopen. En de stopbak mij niet van... Ja, ik ben klaar te grijs. Goed, pak je aan de hendel zwengelen, want heel dat wel op. Hoe ga ik terug naar boven? Ik denk dat ik een beetje over het strand kan wandelen. Oh. Maar ik vind die bij je die vader. Luister, dit is toch centraal. En regels met Bas, ik wil naar Iguis en regels met... Centraal is gesloten. Die komt zo wel weer open, hè? En dan hangt een brief op de deur. Gesloten levensverbouwing. Misschien is het toch naar eigen wie? Nee, niet naar eigen wie. Zeker niet naar eigen wie. Maar als het goed, dan ben ik er 2 minuten. Dat is een verschrikkelijk idee, Bas. Ja, straks loop ik hem mis. Ik kan beter heen wachten. Dat is toch veel erger? Ja! Volgens mij zijn we die gasten flauw gevallen. Dank je, pap. Dat is toch ook zwager Koen? Zwager Koen? Ja. Het is toch van de daak gevallen? Ja, een snowballen. Boom! Jemig. Ja, ik kwam hier binnenwankelen en zag ze zo in heen. Als we dit nou eens oppuffen en op de bank neerleggen. Nee, dat hoeft niet. Goed, hè? Ja, helaas. We hebben nog geprobeerd een beter te brengen, maar nog niet meer baten. Als ik eens even een lakenvulker eens holen. Laken? Ja, we kunnen hem toch niet zo te liggen, hè? Maar heb ik een dokter nu, hè? Wie ik een dokter nu heb. En nee, voor hem, hij moet zich officieel doodverkloot weer. Ja, dat is allemaal onder controle, buurt geregeld. Pak maar een laken.
als ik nou eens mond-mond-beademing probeer te doen. Ik heb op school een survivalcursus gehad. Maar ik kan het er proberen. Nee, Bas. Maar gewoon proberen. Bas, nee. Ik ben zijn schroger. En als iemand die mijn mond-mond-beademing moet geven. Ik zou snoer willen dat op een schip al doorlopen, joh. Helaas. Hier is echt een verleer, Bas. Volgens de regels was het 3 minuten volhouden. Wat maakt het er goed? Eerst doe het. Hol dat lager omlaag. Oh, werd dat de roze trouwens al? Nee, maar die stak weer gans in de wagen. Pak nog maar een laken. Oh, dat scheelt er niet voor. Dat scheelt helemaal niks. Het is een wonder! Kind schrampje, menke dik, heeft geluk gehad! Zullen we het katootje zien? Katootje? Ja, truc van egoïsme en een bas te beginnen. Je moet er nog denken. Nog denken zit hier. Oké, dus. Ik geef ze naar boven en kies het raam of het katootje is. Als het katootje is, de rups er naar beneden, dat ik opgenomen ben in een vicarie met een zware hersenschudding en die brengt ze er naartoe. Ondertussen gewoon ik naar Bas toe en stuur hem terug naar Bolt. Ik zal hem streng en veilig toespreken. Ik heb een stuk heer, dus eerst denk ik niet dat ik mijn bejaardig opholen ben bij Vicarie. Op het moment dat ik in Bolt ben met Bas, neem ik mij mee naar dat nieuwe vegetarische restaurant. Ik herinner me tot dat ik mijn bejaardig opholen bij Vicarie, race terug heer en ben op die terug van Monique in de oren geschoteld. Oh ja. Als dit katootje is afgezet, dan bel ze ook even de wegenwagen op zist. Dat met een taxi in de platte band heet. En tegen de tijd dat hij door mijn kloos is, ben ik terug even Monique aan de overschotten. Ik kan steeds met Tine Pap naar een nasserie. Wie geeft ze dan allemaal op? Nee. Ik wou, het is geniaal. Nou, klopt. Pak hem boven en kijk op het katootje. Ik heb het veel met Bas. Oh, natuurlijk heb ik het weer gedaan. Kijk van de herrie, kon ik klank indienen bij de bedrijfsleiding van dit hotel. Hans, ga naar boven en kijk of het katootje is. Maar open die deur. Hé, waarom is er die deur gesloten? Ik regel het al met Monique en Bas. Nou, en de stel katootjes, we moeten hier al mee hebben. Ik heb zo'n kop in. Is je zelf niet pakken? Nee, ik ben boven de wc het maken. Overal is het naad. Ja, maar dat ligt in de micro, want dit is de stopbak die loopt door. Nou goed, in ons kantoor en slaapkamer liggen er nog. Nee! Je maar dan krijg ze denk ik. Nee, ik meen, nee, ik hoef geen aspirintjes. En die zei dat ze knal in de kop in had. Ja, maar ik heb veel meer pijn in de maag. Oh, maagpijn, maagtabletten. In ons badkamer, Kessie. Oh, wacht eens even, waar heb de deurbel niet zo goed? Ja, dat waren je overgetuigen, maar ik heb ze afgepoeierd. Die hadden zo erg vol die gast, hè? Wil je de deur open doen? Dat is de knal van Koen. Ja. Wat uit in ons kantoor en slaapkamer? Nou, die wil gewoon met Koen Willem niet door te vertrekken. Is gek op dat jonk. Je Bortus en Karel, ik moet ook zo bedankt aan. Dank je. Wel zo kun je aan het. Ja, dag, Monique. Wacht maar, mensen, dik op Stalig aan de beurt.
ernstige gezag? Niks. Luister, is dit cadeautje voor de deur? Nee, dat is geluk. Nu is een of andere dame. Welke dame? Dat weet ik niet welke dame. En de voorkomt ze goed? Nee, ik dacht eens niet gewoon heen blijven en niet open doen. Dan geeft ze vanzelf wel weg in dat knetschoen uitke van de deur, hè? Knetschoen uitke? Ja, zit voor de deur. Is ze klein? Lang groen hoor, een beetje spoezig. Ja, dat is een lekker ding, wat ik zeg, pittig. Ja. Oh nee, dat is mij. Oh, goed getoond. Mij! Jo, wat moet je in van doen? Oh. Ik zeg dat ik ook even bij mij. Dit was voor mij afzinnig. Hartstikke maf van dat je rente laat gaan rammen. Waarom dat zegt dan niet? Dat ik niet bezig moet houden met mijn en Bas. Kom, wie heeft dat ook alweer? Dat je toen dat je rinkeling het piepen met oren. Tinnitus. Je hebt dit niet associëren. Nou, ga naar boven en trek die hoed. Hoed trekken? Ja. Open dan nog de slaapkamer aan en rook tegen mij dat ze meneer Smees wist. Wordt ze naar een bad komen, bij zijn lijn toe. Ze is geen beter dan de anderen die hier terugkomen. Ja, maar Jan, ik... Mag niet doen, regel het met mij. Ik regel niks met mij. Nee, maar ik regel het wel met mij. Ik weet niet wat die man bezielt vandaag. Ik zou tien gewoon een sleutel geloot heet. Pa? Kom, ik ga los. Wat is dit hier? Ik kom het horen. Kom maar los. Het is normaal. En waar is meneer Boermans gebleven? Meneer Boermans zit in bad. Ik dacht dat dit doet was. Ja. Meneer Smeets is hem even aan het wassen tot hij van de D-lek komt. Kom, die wist je een seconde langer. Waarom dat niet? Jong, ik heb het allemaal uitgezocht. Het ganse internet. Het zit vol idioten en psychisch kranke mensen. Het is een poel van verderf. En waar heb je het godsiers naam over? Dat leg ik niet toegesloten. Nou kom. Nee, ik blijf hier een cadeautje te ontmoeten. Dat is toch niet? Jawel, zit je voor of ik thee kan drinken? Dat heet ze niet. Jawel, via een mail. Nee hoor. Natuurlijk wel. Nee. Dat mailtje van dit, dat is geschreven door een internetviezerik. Wat? Ik heb het allemaal uitgezocht, jong. Dat mailtje van dit is geschreven door een vieze oude... viezerik. Die is een uitgevoerd van een meisje van 17. Nee, dit adres stond op een mailtje. Dat klopt, en het komt tot de viezerik. Wie is dat dan? Oh, dat zult er niet verkeerd doen, lekker jong kuntje. Hé? Ja. Dat is de baan van meneer Smeets. Ik wil er niks aan doen. Geen seks gaat tussen 39 en 44. Dus geen wil beweren dat de vader van meneer Smeets mijn mailtje heeft gestuurd. En getekend weer met cadeautje? Precies. Kom, die wist zich een seconde langer. Dus cadeautje ken ik niet eens. Helemaal niet. Keuken door, achterdeur uit, op die scooter en terug naar Boulder. Nou, wacht eens even. Meneer Smeets heeft een cadeautje om ik wacht bij de lunchroom. Ach jongen, dat waren een leugentje om eigen best veel. Meneer Smeets wilde ik even beschermen, hè. Die moet hij wel goed de klauwen van zijn vader halen. Nou, ik zie die toest wel. Wat is met mij dan? Nee, ik blijf nog even heen om meneer Smeets te helpen met de voorbereiden van de begrafenis. En wat moet ik met de laken doen? Kom maar, loop hem maar heen. Oké. Okay. Ja. Jan! Hij lijkt me niet om mij weg te krijgen. Wat? Ja, ze komt de hand als mijn cadeautje terugbrengen. En die gaan zo gezegd dat ze bij de voordeur neer kan zetten en geen vertrekken. Nee, ze wil even binnenkomen om de andere mevrouw Smeets gedaag te zeggen. Wat? Ja, dus ik heb gevraagd of het gezegd dat ik even zou vragen of het gelegen kwam. Waarom dat? Ja, wat moest ik dan? Ik was zo zenuwachtig! Had ze niet kunnen bedenken dat Monique naar Noord-Afrika op vakantie was en dat ze volgens jou pas terugkwam? Dat had gekost, ja! Als ik zo'n leugenachtige bedreiging had bedreigd! Ach, jongen, wist ik dat ik geen zwemmen, hè? Van Bas is er mee. Wat? Van Bas in ieder geval aan. Waar heeft zich de sleutel al? Koen heeft hem meegenomen. Oh, fijn bestek. Ik ben mocht, hè, mama? Heel erg fijn. Luister, ga naar boven toe en zeg tegen mij dat Monique in S-krank is geboren. Wat lief, Jan? Heel erg krank.
Het mag niet goed als ze is, de van zins maar wat. Weet ze wat? Ik zeg wel dat er een begrafenis is van Koen Boermans. Mevrouw Smeets! Mevrouw Smeets! Oh, ze wil die anders al! Het was niet mijn bedoeling om nog weer een zoepaard te holen. Ik dacht, laat ik maar eens de achterdeur proberen. Ja, Je hebt mijn vader al ontmoet, Paul van der Raam net. Ja, dan mag je dat. Hallo. Ja. En je denkt natuurlijk weer, is het raam gevallen. Oh, dat is ongeheurd, hoor. Ja, van de daak. Gelukkig dat zoiets kan gebeuren. Ja, heel erg. En dan denk je misschien voor een meteer, zo'n, dit is een thermische deken, hè? Ja, door de val van de daak zakt die zijn lichaamstemperatuur nogal. En dus hebben ze ons aanbevolen om hem te wikkelen in de thermische deken. Dan ga ik even de laatste hand te gaan leggen en van ze lucht dicht maken. Kijk nu, meneer Boermans. Nou, fijn dat het nu met ijvele schoot gaat, hè, meneer Boermans? Ja, goed zo, meneer Boermans. Tot 65 altijd, meneer Boerman. Nou, bedankt voor de komst, hè. En tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. Ik wil eigenlijk mevrouw Boermans even goeiedag zeggen. Is ze toes? Nee. Ja, ze is krank. U bent krank in de bed. Ik kan absoluut niet gestoord worden. Zit er niet in, helaas. Oh, dat vind ik erg vervelend. Erg vervelend, ja. Ja. Dat is Roos, de vrouw van meneer Boermans, hè. Ja, ze is een beetje in de war. Had ik ook gezegd dat Monique ook in de war was, net wie Roos. Ja, heel vervelend. Dus, nou, tot de volgende keer nog maar weer. Ik ben mocht, ik kom Boermans. Zie ik hem ook heel erg agressief weer, zie ik hem maar beter nog om. Zo, hou je dan maar. Hoi, bedankt voor het interesse. Mijn leven, hè. Dick, dit is vlot. Ik begin al net zo hekel aan dichte kiekers en de vader van Dick. Och, vergeet ik dat kans in het asfalt. Zie vijf minuten, waarom? Ja, dit was dat enige verdriet met z'n trims raken, hè? Snoed uit, yoga! Die hebben de yoga is goed voor de bloedcirculatie als ze van de daag gevallen bussen. Even die bijen loggen. En wijd en sluit. En wijd en sluit. En kijk en wijd en sluit. Oh, prachtig. Dus als je de worst horen van de droom. Wat vindt er aan het herinneren uit de wc eigenlijk weer? Bedankt voor het terugbrengen van de tas, hè. En daag zo. Volgens mij hebben we niks opgesloten op de wc. Kreeg je geen toefstuk aangebooien? Dat hebben we niet nodig, hè? De vrouw die in de war is en de gestoorde zus en hulp van de vader aan de gewonde zwager. Dit is mijn kruisweg, ik draag hem. Goed erop, ik moet blassen. Maar ik denk dat ik ervan kan helpen. Ik geef hem mijn vrije tijd gezicht. Doe erop, hè! Gielik spreken op mijn zoon, is het niet? Ja, dit is een goed idee. Dan kan ik van Roos zeggen. Pap! Mevrouw Smeets, geef wel even met mij naar boven. Oh, lekker! Wat ik onder deze omstandigheden nog kost doen. Dan kom je nooit meer van mij aan. Oh, dan zou ik me niet te veel zorgen maken. 2 minuten met mijn vader boven en die zet een raket weer vandoor. Nee, waar is de achterlijke koe? Monique, ja. Monique, is niet te bletten. Eerst kon ik de koe niet genezen. Monique! Roep koe nog maar even met thuis, die is zichzelf niet vandaag. Met mijn oog. Hij zit niet maag te bletten. Oh, en die aspirintjes? Die hoest ik niet, zei ze. Jawel, de kop in. Oh, verschrikkelijk, ik kop in. Hoor ze even. En als kantoor in de slaapkamer liggen op een paal. Ja! Oh nee, wacht, de jongens al lang weg. Ik kwam bij jou op een peur in de hoest.
Ja, welkom bij de club. Goed, goed. Rustig. Ja. Het is... Stop ik je dingen weer, je mag prima bij je vader. Ik denk dat ik een beetje op het strand kon wandelen. Thaddeus, ik kom eraan! Oh. Oh. Goed was je boven, hè? Met wie toch? Ik had het toch verteld in gekke manier, maar van dat de roos en suicidale ome Koen. Dat was Nico Villeneuve, Nico. Kom, Nico. Jan? Wat daar stingen gast aan mee? Dik holen, mijn hoesting. Kom. Meneer Smeets heeft een hoop problemen. De kans zijn gezin is ontwricht. Dat zie je niet onze zaken. Dat zal onze zaken wel moeten zien. Je hebt helemaal niks over die geestelijke problemen van haar vrouw af. Toch, meneer Smeets? Nou, heeft ze mij verdomme weer opgesloten! Is dit Monique of is dit Roos? Oh, kies maar in de hoed. Zal ik me de man vertellen van de gekke Monique, Maffe, Roos, suicidale oom Koen en Nico Vele, neef Nico? Dat kan meneer Smeets heel goed zelf oplossen, toch meneer Smeets? Conclusie, zus wel, dat kan meneer Smeets heel goed zelf oplossen. Hoeveel zegt hij altijd, meneer Smeets? Kom, weer op de grond! Bas, wat spiem ik, pap? Ik heb nog eens nodig dat ik even wat ze zei. Man, wat is tegen je? Had ik tegen je gevraagd om de hoesten gewoon? Ja, dat weet ik, maar ik wil meneer Smeets nog even spreken. Nou, meneer Smeets wil tegen niet spreken. Toch, meneer Smeets? En ik heb besloten dat ik ondanks alles toch Katootje wil ontmoeten. Bas. Ik weet dat ze niet eens weet dat ik bestond. We hebben het ontdoen, zeven. Herstigen en godsnaam even. Katootje is zojuist bij ons in Woldrop een zeuk geweest. Mai. Echt waar? Ja, ze kwam speciaal voor dit. Kom, wie moet gewoon? Nee, ik wacht op je, dit is te gek! Dat is het niet. Meneer Smeets, nu zeg ook eens wat. Ik zal even mijn regel! Ik niet toes, meneer Smeets. Die is veel eerder weggekomen als ik. Oh, vanuit Boulder heen hier te komen, zal u wel hier wat tien kosten. Zelfs met een hond. Een hond? Ja, een hond. Gek op dat bier. Toch, meneer Smeets? Hond, Smeets? Oh ja! Ja, gek op een hond! Ik kan er niet zonder een hond! Ik kan de deur ook niet doen zonder Sarah, hè? Nou, niks! Lieve Sarah! Lieve Sarah! Kijk die kleine meid! Hoe het hond te lijn! Kijk die kleine meid! Hoe het hond te lijn! Oh, zo goed is ze toch niet? Nee, ik doe het, je had geen hond bezig. Door de motto's wel. Alleen met uren witte stek had ze nooit gans op heen gered. Een witte stek? Ze kan niks zien, man. Nou, wacht eens even. Ze waren op de fiets. En dan is de fiets aan die water. Wat zeg op spel, ik zet een cadeautje visueel gehandicapt, maar wat een lef. Ik heb echt nooit geweten dat cadeautje van op. Mevrouw Smeets wordt iedere middag opgesloten weer, hè? Dankjewel, Bas. En toen stond meneer Smeets boord bij mevrouw Boermans. Dankjewel, Bas. Er stond wel veel meer plaats boven zien. Nou, meneer Boermans is overleden, meen ik. Overleden? 10 minuten geleden stond meneer Boermans LG op zijn kop. Jonge oefeningen te doen. Maakt niks goed. Nee, meneer Boermans is op die plek overleden. Toch, meneer Smeets? Dat is niet de hoogste vloer. En meneer Smeets, jij dat het nou uitleggen. Kijk meneer, van de hond hebben ze de baas gehad, de dierenarts is dood. Jongens, dat de beste man is sinds ik een hoed had, dan word ik nu warmer. Kom. Dat was de tweede keer dat ik door het raam is klommen. Als ik niet binnen 4 tellen weg ben, dan snie ik die mannelijkheid eraf. Kom, ik heb even een puntje voor me zeggen, maak je zwerken. Kom maar, dit doen, mevrouw Smeets, dit doen. Hé, wat is dit hier? Ik trek het niet meer. Waarom is het hier zo moeilijk? Als ik niet meer mijn zaken eraf snie, dan
dat kan ik niet! Oh, het komt allemaal wel goed en uiteindelijk wilt geen gaar niet. Nou, dat wil ik zeker wel. Hij deed zijn best vroeg. Hij hield van hoog. Wat? Hij hield van hoog. Het gaat geen moet doen. Je moet zeggen dat hij niet langer boven hoeft te slopen, maar op jou in bed moet springen. Dat is niet een goed idee. Nou, dat was het niet bed. En de oven seks is dé oplossing voor ons alle problemen. Ik denk niet dat mevrouw Smeets vertrouwt op een alternatieve geneeswijze. Zult jij bedden duiken met ook een heur, hoor? Nou, nee. Waarom zeg je dan dat ik met Koen Boermans op bed moet gaan? Met Koen? Kom in wat gewoon. Nee. Je begreep me verkeerd, mevrouw Smeets. Ik zeg dat je met ook een man op bed moet gaan met een door. Maar ik ben niet getrouwd met de lapsmaat van daarboven. Ik ben met hem getrouwd. Ik heb hier van die mug een beetje de fiasco. Daar stik het hem. Och ja, waarom ook niet? Jan, wie weet het al jaren? Wie weet het? Ja, al 15 jaar. 15? Ja, wie zien niet achterlijk gaat? Niet. Al die achterlijke oetvluchten. Wat? Ik ben mee, ik geloof het niet. En weet je wat de grootste aanwijzing was? Nee. Die poten die de slop. En op de dag ben ik dit gevallen. Mai. En daarop ben ik denk een keer gevallen. Uniek. En ze hebben we elkaar leren kennen. En van de week al weer van rood naar de zoen. Ja, dan hing ze niet de ganse dagen met hoes heer. We hebben ons suppel met mijn neef te moeten merken. En ja, ze konden we elkaar de ervaringen nooit wisselen. Nou, van het liefst hebben we 3 kiks in het huur. Koen, luister. Nee, alsjeblieft niet meer. Ik wil op vakantie, ik help het niet meer. Koen, ik wil alleen maar even zeggen dat... stichting, dat ik hier blijf wachten, dus moet ik niet mijn... de raaps niet, dat is ze vergeten. Ik Koenke. Ja. Wakker weer, Koen. Wakker weer. Ze weten het. Ze zien, weg. Al 15 jaar. Al 15... Heb ik met al die herenvaarten... niks. Net onderweg kwam ik Bas tegen. Hij is echt te gek. Super lief. Ik ben geland. Hij noemt me Gliek niet in eer. Hoop ik met euvels dik in zak. Kijk goed veel opstaan. Geland me even. Hij is echt leuk, pap. En is zo knap ook. De toontje. Hij is geweldig. Veel zelfs nog op in de kop. De toontje, er was een nummer 1. Beginnen we weer. Ik meen het cadeautje. Luister pap, ik vind hem leuk. Meer nee, ik zeg het niet dat ik liever trouwe kinderen vliegen. Cadeautje? En als we zin hebben, doen we toch! Maar cadeautje! Maar ik hoor dat deur vertellen, Monique. En het moet niet. Maar het moet! Nee, doen. Ze hebben dezelfde vader. Dat hebben ze niet. Spietig ja, maar ja, werd dit was zoveel werken. En... ik was heel veel alleen en ja, ik voelde me zo aan. En wie was het? Koen, ik ben zo stikkelkeer! Ik kan hier nou eens geen strand vinden, het stikkie van de Pruisen die kwam van Venlo.